Is Beers een oplichter, een charlatan? Ja, goede kunstenaars zijn denk ik eigenlijk altijd wel charlatans, ja. Ja. Lichtere vlekken. Ik zie wel wat lijnen. Sommige lopen recht. Donkere vlak. Ik zeg, mijn ogen bedriegen me soms, maar voor mijn gevoel zit hier ook geel in. Wat zit daarin? Ik zeg lekker niets. Ik probeer heel erg te ontdekken wat voor vorm het is. Want het... Eerst weer donkerder, dichter. Ik kijk per stukje, maar daar staat tegenover, ja, mijn visie is natuurlijk zo beperkt dat dat per stukje kan ik ook nog dingen missen. Wat jij misschien op 4 meter afstand al ziet, kan ik met mijn neus erbovenop nog missen. Omdat je dus ook maar kijkt, ik kijk steeds maar zo en zo en zo, en dan maak ik er zelf een beeld van in mijn hoofd. Maar als het beeld ergens fout gaat, heb je dus niet het goede plaatje. Terwijl als jij kijkt, jij ziet hem gelijk in 1 keer. Dus jij hebt het plaatje wel goed op je netvlies, of jij het plaatje begrijpt. En wat je ermee doet in je hoofd, dat is weer wat anders natuurlijk. Ik kan misschien eerst beginnen met waar het vandaan komt. Dat is bijvoorbeeld Dino is uit de vorige serie. En daar ging het heel erg over het schuiven tussen achter- en voorgrond. En een soort ruimte die daartussen ontstaat. Maar dan heb ik steeds die patronen heb ik eerst ontworpen op de computer. En dan kun je ook meteen een keuze maken. Want soms denk je op de computer het werkt en het ziet er goed uit. Ik ga het doen. En dan doe je het op het schilderij en dan denk je toch... Nee, gaan we niet doen. Maar soms dan weet je het ook nog gewoon niet. En dat is ook wel prettig, want er gebeurt er meer in het atelier. Vooraan. Vooraan. Deze zag ik dus op afstand. Oh, ik loop nou. Sorry. De meeste bestaan maar uit 2 of misschien 3 kleuren. En dat maakt het wel simpel. Maar het is weer niet simpel, omdat hij er zoveel lijnen door die... tweede kleur er zoveel lijnen in weten te brengen. En in het begin is het een puinhoop, want dit is allemaal... ieder vlak is 3 keer geschilderd. Ook om het op kleur te krijgen, maar ook om alle foutjes er weer uit te halen. Het is echt strafwerk af en toe. Dagenlang rechte lijntjes
proberen te trekken zonder fouten te maken. En op een gegeven moment dan, meestal na een uur of drie, vier schilderen, dan denk ik ook, god, nou, maak alleen maar fouten, hou er mee op. Ja, wat heel mooi is, vind ik, dat eigenlijk de toon van dat bruin oker en dat rare roze is bijna hetzelfde. Hè? Dus dat is, als je zwart en wit zou zien, dan is het weg. Als je door je oogharen kijkt, dan zie je dat je die contrasten al niet meer ziet. Er is bijna geen contrast. En toch is die kleur tegen elkaar is zo maf. Het is zo'n bizarre combinatie. Er zitten verleidingen in die werken. En die verleiding is ook een soort vals bijna. Want hier zitten eigenlijk kleuren in. Het lijkt wel een soort van Egyptische Tutankhamon kleuren of zo. Bijna met dat goud. Maar die verleidelijkheid die is ook een soort valsheid erin. Een soort van bijna gemeen wordt het gebruikt. Ik zou alleen niet weten wat de kunstenaar ermee zou willen uitdrukken. Het kwam eigenlijk uit twee bronnen, min of meer. Je hebt van die platte gronden van tempels zoals mandala's, maar je hebt ook de Indiaanse, Amerikaanse dekens. En wat daar heel vaak in gebeurt, is dat je in het midden een groot motief hebt. En dat wordt dan herhaald, maar kleiner of smaller, maar wel even hoog. Waardoor je al een soort buiging krijgt van de ruimte die het suggereert. Het moet niet nog strakker worden. En ik wou ook wel eens uitgeprobeerd. Als je het echt gewoon mes scherp en dan is het weg. Dan is er ook gewoon geen reet meer aan. Dan is het weg. Dan is het niks meer. Dan wordt het een ontwerp ineens weer raar genoeg. Ja, voor hem. Ja, ik probeer het af te scannen, zou ik maar zeggen. Bijna gewoon een stukje. Gewoon het eerste stuk wat ik zie en dan ga ik steeds verder daaromheen met in opnemen. Want als ik er te ver vandaan sta, heb ik niet het overzicht. Dus dan moet ik wel dichterbij. Dus dan bouw je het in je hoofd, in elementen bouw je het op. Ja. En omdat het dan beter in je hoofd zit, dan kan je er makkelijker weer van een afstand naar kijken. Omdat je dan al de details gezien hebt. Ik misbruik decoratie om er weer iets anders mee te doen. Om er echt een schilderij mee te maken. Maar hopelijk geen decoratief schilderij. Maar je kunt zeggen, een ruit is ook een totaal decoratief element. Wat is dat nou? Die ruiten vind ik ook zo'n interessant gegeven, omdat het eigenlijk heel simpel en stom is. Maar tegelijk is het ook een vierkant waar je doorheen kijkt, schuin. En nou ja, het heeft allerlei ruimtelijke effecten. Je kunt het naar midden delen, waardoor die gaat naar voren en naar achter gaat. Nou ja, daar kan van alles mee gebeuren. Ik denk dat je er heel lang naar kan kijken. Bij dit werk was het bijvoorbeeld een enorme beperking in kleur, een beperking in vorm. Eigenlijk alleen maar een paar geometrische vormen. En beperking in maat, dat zijn al dingen die heel veel bepalen. Rechte lijnen, nou, blijkbaar een soort behoefte aan een heldere formulering en een vrij afgebakend gebied om het over te willen hebben. En dat kan je net zo goed vrijheid geven. Het hoeft niet altijd alle kanten uit te vliegen om vrij te zijn. Je hebt natuurlijk zelf ook een andere verhouding met je eigen werk. En soms heeft dat meer met die verrassing te maken dan of dat nou per se het beste werk is. Maar je voelt het wel, later ook kan je dat moment nog terugvoelen. Ik kan ook nog, als ik terugdenk aan dat eerste systeemschilderij wat ik toen maakte. Ja, dan voel ik gewoon nog die energie, een enorme opwinding.
En dat het zo anarchistisch voelde en zo heftig en zo... Ja, weet ik veel. Dat is gewoon een soort moment geweest in je leven. Dat je iets gaat doen wat je daarvoor nooit deed. En dat het dan ineens werkt. En dat je daar helemaal van in de war raakt bijna. Maar ja, dat moet je hier in het atelier voor elkaar zien te krijgen, toch? Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Dag. Hop. 3 grote moeten er mee, die. En die 2. 2 voorste. Ja. Oh nee, 4, neem ik aan. 4 grote. Ja. En dan bijna, ja, eigenlijk al die kleine die hier staan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 27 volgens mij was ik net van ateliers, of 25? 25 was ik. Als je jong bent, ga je er ergens ook vanuit dat het zo hoort en dat het logisch is, want je vindt natuurlijk je eigen werk goed. En ja, en dan hangt het daar en dan denk je, ja, natuurlijk, want ik vind het ook goed, dus dat is alleen maar prettig. Helemaal 10 jaar de Arabische wereld geschilderd met alle ellende en oorlogen. Die discrepantie en ja, dat fouten daaraan, zeg maar, om als westerse schilder uiteindelijk toch een goed of een mooi schilderij te willen maken van andermans ellende. Dat vond ik wel heel belangrijk als bewustzijn bij die werken. Dus in eerste instantie word je naar binnen gezogen door de kleur of door de compositie en door toch wel de schoonheid van het werk. Ach ja, het gaat maar door. Heel veel beelden zijn gemanipuleerd, heel veel beelden zijn aangestuurd. Of op een bepaalde manier gefilmd, of er zijn gewoon mensen ingezet die een bepaalde rol even aannemen. Terwijl er helemaal verder op het plein helemaal geen reet gebeurt. In al het werk manipuleer je met verf en kleur. Dat lijkt me ook de taak van de schilder. Dus. Zelfs de journalistiek is natuurlijk schuldig aan beelden op een bepaalde manier manipuleren vanaf het begin af aan al. Dus je moet heel wantrouwend zijn. Ja. Maar natuurlijk ben je medeplichtig in die zin dat je, ja, dat je dat misbruikt. Die oude wijven met die hoofddoeken, die zijn soms echt gruwelijk lelijk voor ons. Want je kunt ze wel voorstellen als moeder die hun zoon verloren zijn en een portret omhoog houden. Ja, die menselijkheid die komt wel meteen binnen en meer door het schilderij dan door een foto, denk ik. In die zin is het ook een soort oefening in boeddhisme, geloof ik, want het niet oordelen is heel moeilijk. Dus, ik bedoel, het is net zoals met in het leven, soms moet je dingen echt weggooien en aan de kant zetten en zeggen, oké, dat is nu even afgelopen, om weer ruimte te maken voor iets anders. En je weet al nog niet wat. En dat is altijd eng en moeilijk en pijnlijk. Want dat geeft een soort onzekerheid. Maar ja, daar moet je natuurlijk sowieso aan voordat je verder kunt. Ja.